Yo Nintendo fans, welkom bij aflevering 2 van Super Mario Sunshine. En we spelen dit natuurlijk op de Nintendo Switch. Waar zijn mijn broers? Ja, in aflevering 1 heb ik al zijn broers gesloopt. Het is wel een beetje zielig, maar ja, weet je, ik kan er ook niks aan doen. Moeten zijn broers mij niet aanvallen? Nu moeten we in ieder geval dit even weg zien te halen. Wow, dan kunnen we zelf even doorlopen. Oh, ga ik nog een broer van hem slopen? Ik denk het wel. Ik denk dat we nog een broer van hem kapot gaan maken. Kijk maar. Daar komt hij, denk ik. Ja hoor, het is nog een broer. Dit is broer Henky, volgens mij. Yo, Henky. Hallo, wil je ook wat water van mij hebben, Henky? Kom maar. Hey, drink maar. Verkeerd getimed weer. Oké, hier, alsjeblieft, drink wat water, Henk. Alsjeblieft, lekker joh. Wil je meer? Hier, meer. Alsjeblieft. Geniet ervan. Hier, alsjeblieft. En nog een klein beetje. En nu even wegwezen, Henky. Opzouten nou. Sorry, ik heb nog een broer van je genakt. Oh, hij is er nog. Ik dacht dat hij al klaar was. Dit is de comeback van Henky. Hey, ik dacht dat ik je al lang had afgemaakt, joh. Maar je was er nog, man. Jij bent super Henk of zo. Is die nu weg? Hij is nu wel echt weg. Ja, oké. Doei, Henky. En zo komt er weer iets nieuws hier tevoorschijn. En dan kunnen we ook hier even in jumpen. Denk ik tenminste. Of wacht. Moet ik dit eerst nog schoonmaken? Ah, kijk, ja. Ik moet dit eerst nog even schoonmaken. Hoppakee. Doe even een blauw duimpje omhoog, hè. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je Nintendo vet vindt. Want op dit kanaal heb je dagelijks Nintendo video's. En nu zijn we in Rico Harbor. En dit is de Gooper Blooper Breakout level. Oh, we moeten daar naartoe. We moeten naar die containers daarachterin. Oké, laten we gaan. Lalalalalalalala. Even springen. Even hierboven. Ja, top. Muntjes pakken. We gaan gewoon lekker door. Easy. We gaan gewoon daar gelijk naartoe. Hoppakee. Dan. Oh, wacht. Hier kunnen we niet. Oh, dat gaat niet. We kunnen hier niet op, denk ik. Misschien moeten we dan toch via deze kant of zo. Even kijken. Ik denk het wel. Oh, oké. Valt hij weer even met zijn bakkes vol in de zee. Oké, laten we hierop springen. Ja, dan moeten we denk ik daar naartoe. Zo. Dan kunnen we ons hier denk ik wel aan vastpakken. Even kijken, kunnen we het hoekje hierom of niet? Kan ik hier... Oh ja, kijk, hij kan dit pakken. Maar kan ik bijvoorbeeld... Ik wil eigenlijk hier bovenop. Ah, kijk, ik kan wel zo. En dan kunnen we nu denk ik hier naartoe. En dan moet ik nu op I drukken. Dan gaan we naar de andere kant. Ja, oké, top. En dan kunnen we hier loslaten misschien. Ja, top. Oké. En dan mogen we nu hierop springen. Dit heb ik altijd in Mario Sunshine. En dan moet je dat hele stuk weer overnieuw doen. Oké, we zijn weer terug. Oh, jongen. Klim alsjeblieft. Dankjewel. Top. Oké, en nu springen hierop. Ja, top. Nu moeten we hier naar boven. Moeten we dan misschien hierop schieten of zo? Ja, kijk, dan gaat de brug omhoog. Ja, gaat hij nog... Oh, hij gaat nog wel verder. Ja, kijk, hij gaat nog veel verder. Oh, ik krijg gelijk een blauw muntje. Oké, top, dankjewel. Dankjewel voor je blauw muntje. Dan moeten we snel nu over deze onderzeeër springen. Hoppakee, go. En jump, en vlieg. Ja, top. En nu? Moet ik nu een wall jump maken of zo? En dan kan ik dan... Oh, wacht, deze komt hier uit de zee zetten. Oh, oké, cool. Oh, waar komen jullie opeens vandaan, vrienden? Willen jullie eventjes even weg? Hey, ik zie niks. Pak hem. Op zijn hoofd. Lekker. Oké, deze gaat in het water. En dan moet ik er straks opspringen als die er weer uitgaat. Dus die kraan gaat nu omhoog. En dan... Ja, top. Oké. En dan springen we... Oké. We springen even nergens nog. Hij kan ook een hoge jump doen. Ja, kijk, Mario. Lekker, jongen. Je moest gewoon even een hoog jumpie doen. Ik zie hier trouwens nog een blauw muntje. Ja, die hebben we ook te pakken. Met die blauwe muntjes kan je namelijk extra shines kopen. Dus het is op zich wel handig om die ook af en toe even bij je te houden. Kan ik hier ergens nog extra water fixen? Bijvoorbeeld hier in deze kist of zo? Ik kan hier wel naar beneden. Volgens mij, ja, ik kan hieronder. Kijk, nu zijn we in een geheim gangetje, jongens. Geen idee wat hier allemaal ligt. Maar we kunnen wel hier naar boven... Of niet? Nee, dat gaat nog niet. We kunnen blijkbaar niet door die blokken heen. Misschien is hier nog iets. Pum. We kunnen hier naartoe, maar dat wil ik niet. Daar heb ik namelijk niks te zoeken. Misschien is hier nog wat. Oh, dat kan ook nog niet. Oké, nou top. Dit is denk ik voor een andere keer, jongens. Voor een ander level. Ik kan natuurlijk gewoon water uit die fontein halen. Kijk, hoppakee. Lekker. Dan ga ik hier die M even wegsproeien.
Go, 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 go. En nog een blauw muntje. Nice. Staat er nou huts op? Oh nee, er staat fruits op. Ik dacht even huts aan Niffo. Oké, jongens. Dit is hem. Dit is de baas. We gaan dit pakken. En we trekken... Oh, trok ik het er nou uit helemaal? Trek ik nou gewoon serieus een inktvis uit elkaar? Oh, dit is niet oké. Okay. Oh, hij heeft een kurk in zijn snuit. Moet ik die kurk pakken? Kijk, 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 kijk. Oh, wacht. Oh, wacht even. Hij wordt boos. Maar kan ik nu gewoon niet die kurk pakken dan? Gewoon nu. Kan ik nu die kurk pakken? Nee, ik moet eerst, denk ik... Eerst even zijn tentakels pakken. Oh, oh. Lekker. Ik ben op één gesprongen. En... Oh, wat heftig. Ik trek hem gewoon uit elkaar, dat beest. Oh, dit is super sad eigenlijk. Dit is best wel zielig. En nu moet ik er dus opspringen op zo'n tentakeltje. En dan kan ik zo'n tentakel beet pakken en dan... Oh, ik trek gewoon zijn arm eruit, jongen. Sorry, man. Sorry dat ik dit moet doen, meneer de octopus. Het spijt me. Niet boos worden op mij. Niet boos worden op mij. Ik kan er niks aan doen. Ik moet dit doen van het spel. Ik moet dit doen. Hoppakee. Oké, de laatste. Oh, bijna de laatste. Ik had hem namelijk net niet. Nu wel, denk ik. Ja, oké. Sorry, man. Sorry. Sorry. En nu zijn kurk. Nu de kurk uit zijn neus trekken. Oh, dit is echt erg. Dit is echt dierenmishandeling. Oh, wacht. Hij is terug. Hij is terug. Hij accepteert dit niet. Hij accepteert dit niet dat wij dit doen. Ik snap het hoor, dat jij dit niet accepteert. Oh, oh. Pak even de ding. Pak even. Pak hem. Lekker. Hier is de tweede tentakel. Pak hem. Pak hem, Mario. Top. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Even die inkt een beetje wegspuiten zo. Ja, top. Volgende. Oh, of niet. Kom maar. Hoppakee. Ja. We slopen gewoon een inktvis, jongen. We trekken gewoon die inktvis gewoon helemaal uit elkaar. Dit is niet oké. Ik hoop dat de Partij van de Dieren niet meekijkt. Want dan wordt Super Mario Sunshine, denk ik, verboden. Dat gaan ze dan niet meer goed vinden in Nederland. Zo is de wereld tegenwoordig, jongens. Oké, let's go. Let's go. De laatste tentakel. En zijn neus. Pak hem bij zijn neus. Pak hem bij zijn neus. Hoppakee. Trek zijn neus eraf. Arme inktvis. Oké, ga maar naar de zon. Oh nee, je gaat het water in? Nou, ga maar lekker het water in dan. Doei. Ik hoop dat je dit overleeft. Maar Mario doet nu alles voor de shines. Alles voor de shine, jongen. En alles voor de fame. Hoppakee. Daar heeft hij er weer eentje binnen, hoor. Nummertje 4. Lekker. Oké, volgende level. Let's go. Ik moet er even van bij komen, hoor. Dat we die inktvis gewoon helemaal uit elkaar trekken. Blooper Surfing Safari. Zo heet dit level. En we moeten denk ik dus op bloopers gaan surfen. Ja, we moeten deze kant op. Hoppakee. En dan moeten we hier opstappen. We stappen wel op de gele natuurlijk. Let's go! Oh, wacht. Wacht even. Ik denk dat ik eerst iets moet starten. Oh. Of nee, ik was het blijkbaar al gestart. Ik wou gewoon heel even terug om even met die guy te praten. Ik wou gewoon even met deze gast praten. Ik ben de Big Daddy van Blooper Surfing. Hou je van surfen? Spring op een blooper. Eén ding. Oh, hij is niet verantwoordelijk voor ongelukken. Oké. Dus ik hoefde helemaal niks te starten. Ik moest gewoon wel echt hierop springen. Go, 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 go. Pak muntjes. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe, Mario? Wat gaan we doen? Wat is de bedoeling? Moeten we daar naar binnen? Ik denk dat we daar naar binnen moeten. Ja, oké. En jump. Hoppakee. Blauw muntje erbij. Nice. En dan gaan we hier naar binnen. Yes. Oké. Wat gaan we hier doen dan? We moeten hier een blooper race gaan doen. Oh. Ik ben al 3 seconden verloren omdat ik missprong. Racen. Pas op voor die pionnetjes. Of stekeldingen. Wat zijn het? Het zijn stekeldingen. En scherpe bocht. Scherpe bocht naar rechts. Ja, top. Oh, bewegend blokje. Dat is no chill. Go, 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 go. Nog een bewegend ding. Lekker. We gaan via deze kant. Ja, top. Oké, die komen uit het water zetten. Ook geen probleem. Dan gaan we lekker hier naartoe. Ook geen probleem. Weer een scherp bochtje naar rechts. Ook geen probleem. Scherp bochtje naar links. En een bochtje naar rechts. En ja, zijn we er al? Ik denk dat we er bijna zijn. We moeten er toch bijna zijn. Ja, lekker. Oh, zijn we er?
We zijn er. Hallo, heb ik het gehaald? Hij zegt, dit is echt slecht. Dit is een tijd waar we geen eens over gaan praten. Dude! Moet ik nou weer helemaal terug? Ja, dit accepteer ik niet. Deze man begon al te tellen zonder dat ik überhaupt op die blooper zat. Ik bedoel, hij speelt gewoon vals, jongen. Kan ik er niet gewoon opstappen anders? Ah, ja, kijk, ik kan er ook gewoon opstappen. Kijk, hier winnen we sowieso alweer wat tijd mee. Top. Nou, dan gaan we straks eens even kijken of het ook lukt met springen. Moet ik wel eerst even hier voorbij komen. Ja, en dan maak ik hier wel gewoon de bocht. Niet echt een perfecte bocht, by the way. Ver van de perfecte bocht zelfs. Straks haal ik dit weer niet op 3 seconden of zo. Of nou ja, niet op 3 seconden, op 0,01 seconden. Let's go. Dan wil ik even kijken hier of ik ook rechtdoor kan. Bijvoorbeeld hier overheen springen of zo. Ja, dat kan, maar dat werkt niet. Ik kan wel misschien hier omheen springen. Oh, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Dat springen helpt. Het springen helpt. Heb ik het nu gehaald, meneertje? Hé, ik heb het een keertje gehaald. Nou, kom hier met die shine, want ik ben jouw racebaan helemaal zat. Opzouten. Dit was niet leuk. Oké, laten we hier nog een leveltje pakken. De Caged Shine Sprite. Oftewel, de Shine Sprite die in een kooi zit. Oh, we moeten helemaal naar boven. Nee, ja. Oh, nee. Moeten we helemaal naar boven? Nee, dat wil ik helemaal niet. Moeten we waarschijnlijk weer hier naartoe? Ja, kijk, we moeten hier de pijlen volgen. Dus dan hier en dan hier. Dit is de volgende stap. Yes. En dan hierop. Yes, en dan gaan we waarschijnlijk hier naartoe. En dan moeten we dus ergens omhoog zien te komen. Oh, wacht. Ik denk dat we weer dezelfde weg moeten. Ik denk dat we weer hier naartoe moeten. Ja, kijk, we moeten hier naar boven. Hier staat inderdaad een pijl. Gelukkig is de inkt weg, dus we kunnen gewoon even hier chillen. En jump. Oké, en nu? Waar gaan we nu naartoe? Ik moet nu hier op. Dat kan met zo'n achterwaartse sprong en dan zo. Hoppakee, nu zijn we hier. Dan hoop ik dat dit op zich ook lukt. Ja, we bouncen ze uit de weg. Dan moet ik misschien deze haak pakken. Ja, oké. Draai, Mario. Ja, en dan... Je mag dit vastpakken op zich. Pak maar. Goed zo. Ei. Spring. Ja, pak. Ei. Spring. En dan hierop. Oké. Oef. Kan ik ook gewoon in één keer doorspringen? Oké, in 2 keer doorspringen dan. Ook goed. Deze even verslaan. Even uit de weg ruimen, die handel. Dan dit ding pakken, denk ik. Dit ding pakken. Oké, we hebben de rocket nozzle. Daarmee kunnen we keihard de lucht in springen waarschijnlijk. En dat moeten we hier doen. Oké, ja, top. En dan? Yo! Ik weet niet of ik hier moest zijn, maar ik denk het niet. Maar misschien kan ik me hier nog een keer omhoog blazen. En dan... Oké, oh ja, top, toppie. Eens even kijken of dit lukt. Ja, volgens mij wel, oké. Kunnen we dan nu ergens omhoog? Eens even kijken. Nee, hier niet in ieder geval. We kunnen wel hier helemaal rechtdoor, denk ik. En dan kunnen we op dit platformpje hier springen. Dan moeten we even kijken waar we nu naartoe gaan. Oh, misschien kan ik wel gelijk daar in één keer door naar achter. Laten we dat gaan proberen. Om gelijk hier op te springen. Ja, oké, cool. Dan denk ik dat wij nu hierop moeten. Oh, dit zijn van die bounce pads. Oké, dit ging maar net goed allemaal. Tempo. We moeten oppassen voor de wind. Tempo, lekker. Ja, nice. En erin. Ja, we zijn er. Lekker. We hebben de shine te pakken. Woe. Dat ging op zich nog best wel soepel. Dit ging niet heel traag. Oh, ik vind dit echt een lastig level, maar... Dat ging in één keer best wat nice. Hoppakee, shine nummer 6. En we zijn weer op Delfino Plaza. En er opent zich daar weer een nieuwe wereld blijkbaar. Ik ben benieuwd wat dat dan weer voor wereld is, jongens. Die wereld die bevindt zich hierachter. En daar zit ook weer een toad verstopt in de modder. En daar moeten we weer een broer van Piet gaan verslaan, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer toffe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickandTune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!